Hoi, ik ben Jane en vandaag ben ik op de Eihallen in Amsterdam. Ho, voordat we verder gaan met de video, eerst even wat algemene informatie over de Eihallen. De Eihallen is de grootste vlooienmarkt van Europa, eens per maand te vinden op de NDSM-werf in Amsterdam. Er staan honderden kraampjes met kleding, decoratie, meubels, accessoires en allemaal andere leuke dingen. De entree is 5 euro voor volwassenen en 2 euro volgens mij voor kinderen tot 12 jaar. Dan nu verder met de video. Ik ga proberen om voor 20 euro zoveel mogelijk leuke tweedehands zomerkleding te scoren. Dan heb ik ook nog een aantal tips voor jullie voor als je naar de Eihallen gaat. 1. Ga vroeg. De Eihallen gaat open om 9 uur 's ochtends. Wil je de eerste zijn om alles te bekijken? Zorg dan echt dat je er vroeg bent. Er zijn veel fanatiekelingen die al vroeg gaan en de leuke dingen 's ochtends meenemen. Zorg dus dat je echt op tijd bent. Tip 2. Neem genoeg contant geld mee. Bij een aantal kraampjes kan je pinnen, maar dit is lang niet bij allemaal. Ook is alles best wel goedkoop en zal je voor 2 of 3 euro echt al hele leuke dingen kunnen scoren. Zorg dus ook dat je genoeg muntstukken mee hebt. Groot briefgeld kunnen de verkopers vaak niet wisselen. Tip 3. Neem een grote tas mee. De Eihallen is super groot en je wil echt niet alles in kleine tasjes zeulen. Ook geven de verkopers vaak geen tasjes weg en je hebt echt geen zin om alles in je handen vast te houden. En als laatst, onderhandel. Men is gewend om op de Eihallen te onderhandelen. Vraagt de verkoper 3 euro voor een leuk broekje en wil jij maar 1 betalen? Ga in het midden zitten. Zo sluit je een goede compromis. Nou, de Eihallen is klaar. Ik zal jullie nu laten zien wat ik allemaal gekocht heb van die 20 euro. 1, 2... Ik heb dus 12 stuks gescoord tussen de 1 en 3 euro. Echt een koopje. Top voor een studentenbudget dus. Ik heb echt een superleuke dag gehad. Buiten dat ik heel veel leuke dingen heb gevonden, is het ook nog eens een superleuk uitje voor in de zomer. En lekker budgetproof voor mijn studentenbudget. Ben jij al op de Eihallen geweest? Laat eens weten in de reacties. Klik hier voor de video van Joey over het switchen van haar studie. Klik hier voor mijn vorige video over het reflectie van mijn propedeutiejaar. En klik hier om te abonneren. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. En ik hoop je de volgende keer weer te zien. Doeg!